Het beraad van de Surinaamse Politiebond is vanmiddag opgeheven. Het besluit hiertoe is genomen nadat er vanmiddag een overeenstemming is bereikt met de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw. Met de bewindsman is overeenstemming bereikt over het uitbetalen van de achterstallige overuurtegoeden over diensten verricht op zon- en feestdagen. Deze tegoeden zullen met terugwerkende kracht worden uitbetaald tot 1 mei 2017 toe. Ook de uren waarop politiemensen ter beschikking waren, zullen worden uitbetaald. Dit schrijft de voorzitter van de politiebond Rivelino Eijk in een communiqué. Voortaan zullen diensten op zon- en feestdagen volgens de wettelijke regelingen worden vergoed, schrijft Eijk verder. Hij heeft dit communiqué uitgegeven na het gesprek met de Justitieminister Getrouw. Het andere heikelpunt is de verlofregeling. Hiervoor zal er ook een spoedige oplossing worden gezocht. Er zullen vervolggesprekken gevoerd worden met de minister over rechtspositionele kwesties. Het bestuur van de Surinaamse Politiebond kent haar verantwoordelijkheid en doet er alles aan dat de dienstverlening naar de gemeenschap toe gelijk wordt genormaliseerd. Aldus besluit de politiebond in een communiqué. De SPB ging gisteren in beraad na een spoedvergadering. Er was alleen dispensatie verleend aan de centrale meldkamer, de parket, wacht, cellenhuizen en bestrijding zware criminaliteit.